De baby werd vanmorgen het Laurentius ziekenhuis in Roermond binnengebracht, waarna het jongetje meteen door artsen werd onderzocht. Het is vervolgens door de politie via de oproep van de ambulance eigenlijk bij ons in het ziekenhuis gekomen, spoedeisende hulp. En dan kijken we altijd of het kindje onderkoeld is of hoe de toestand is, doen we ook wat bloedonderzoek. En in de loop van de dag hebben we eigenlijk gezien dat het kindje naar omstandigheden goed maakt. En hoe oud is het kindje? Het is waarschijnlijk enkele dagen oud. Het ziekenhuis heeft inmiddels voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo houdt de politie permanent een oogje in het zeil. Wij richten ons op de moeder. Wij willen heel graag weten wie dat is. Er zit natuurlijk ook altijd naast de situatie van kijken naar de gezondheidstoestand van het kindje, is er natuurlijk ook een situatie rondom de moeder en rondom de vader. En er zit naast dat we, met name de Raad voor de Kinderbescherming, probeert ook gezinshereniging te krijgen, zit er ook een opsporingsbelang in van de moeder en de vader. En daar gaat de politie over en die is ook in de buurt van het kindje. Dus je houdt hem wel de hele tijd in de gaten? Nou, er zit natuurlijk ook een veiligheidsbelang in. We willen graag in het ziekenhuis ook dat de zaken goed lopen. En dat patiënten en ook het kindje veilig in het ziekenhuis kan liggen. En vandaar ook dat we eigenlijk heel blij zijn met de samenwerking zoals we die nu ook goed hebben afgesproken. De baby mag het ziekenhuis waarschijnlijk donderdag verlaten. Waar hij dan wordt ondergebracht is nog niet bekend. De burgemeester van Roermond zal het kind aangeven bij de burgerlijke stand. De naam van het kindje is nog onbekend.